de laatste dag op de Noorse-eilanden. Dus we moeten om 12 uur uitchecken. Dus we zijn een beetje betijds opgestaan. Koffers heb ik gisteravond al voor het grootste deel ingepakt. Nu nog even de laatste dingetjes doen en aankleden. Want ik ben nog niet helemaal precies wat ik aan wil doen. Ik weet het eigenlijk wel. Komt goed. En daarna gaan we nog heel veel een klein ritje maken. Een beetje genieten nog van het mooie weer hier. En daarna gaan we naar de boot. En dan gaan we met de boot. Ze komen hier aan bij Senoor. En vanaf Senoor gaan we naar het zuiden, naar Uluwatu. Heel veel zin in. Alleen een beetje spannend, want dat is het verblijf wat ik dus als verrassing heb geboekt voor Zico. Wacht, ga ik even naar buiten. Wil ik één ding zeggen. Ik heb een verblijf uitgekozen waarbij hij in ieder geval hele mooie dronebeelden kan maken. Ja, dat vindt hij altijd heel erg leuk. Dus het is een heel mooi zwembad vanaf boven. Het is niet privé, maar het is heel erg leuk, want het is als grapje naast het verblijf wat hij voor mij had geboekt. En hij heeft echt 100 keer gezegd, ja, we kunnen gewoon naar Le Bamboo Bali. Zo heet het waar we vorige keer zaten, en dat vonden we ook echt heel chill. Dus nu lijkt het alsof we daar naartoe gaan, maar we gaan 1 deur verder. En wat wel de grap was, vanuit Le Bamboo Bali hebben wij dus het zwembad en zo van ernaast gezien en gezegd, nou, volgende keer gaan we daar slapen. En dat gaan we nu dus doen. Alleen al het privé was allemaal al volgeboekt, zeg maar. Dus we hebben gewoon, denk ik, een hele mooie kamer die uitkijkt op het zwembad. Wat echt perfect is voor mij, want als hij lekker gaat uitslapen en doen, kan ik het zwembad in. Dus meer hebben we niet nodig. Ik ben dus heel benieuwd wat de kamer wordt en hoe of wat. Maar ik ga het hier echt wel heel erg missen. We zijn even naar Nusa Chenikan gereden om, ja, gewoon dit nog een keertje te zien. En we hadden nog geen dronebeeld van dit jaar dan over de Yellow Bridge. Dus dat gaan we nog eventjes doen. En als scooterend. We hebben nog wel heel eventjes. Maar we moeten ook nog even ontbijten eigenlijk. Misschien raad je het al, maar Zico wil pannenkoeken. Hij is gewoon blij, want het gaat gewoon goed. En ik snap dat, wat precies wat ik gisteren ook al zei. Als je dat wil, gaan we dat zeker eten. Het is freaking lekker en licht, weet je wel. Niet zo zwaar op je maag. En we moeten met de boot ook weer reizen. Dus I'm all good. Dat gaan we gewoon doen. Daarna naar Uluwatu. Zijn we in het welbekende gangetje met uitzicht op zee. En het is niet de laatste keer dat we de zee gaan zien hoor. We gaan nu wel voor de laatste keer hier dus aan ontbijten. Wat gewoon de beste plek is gewoon op de eilanden om lekker aan het water te eten. Absoluut. Maar we moeten zometeen nog de boot weer op. Thank you. I think we already know actually what we want. Toch? Ja. Ja, I would like to have a coconut and the crepes with butter, sugar and lime. Yes. Moet je zeggen. Same. Oké. Okay. Thank you. Yes. Ik kom net toe krijgen. Yes. Yes. Thank you. Wat vond je het leukst van de Noorse-eilanden? Alles maar. Ja. Goed is wel lekker. Ja, ik wou het echt net zeggen. We hebben net weer een random route genomen. Dus niet gekeken hoe we moeten rijden en gewoon een beetje rijden. En dat was ook weer. Oeh, sorry. Dat was ook heel erg leuk. En dan zie je toch weer allemaal andere dingen. En ik zie dan echt zoveel palmbomen en. Natuurlijk veel meer ander groen nog, maar ook heel veel bananenplanten en het is gewoon echt super, super leuk. En nu gaan we dus op ontbijten, dan gaan we terug naar het hotel om echt uit te checken. We hebben al onze koffers al helemaal ingepakt en alles staat zeg maar al een beetje buiten, zeg maar bij de keuken. Zodat er schoongemaakt kon worden al. En ja, daarna worden we opgepikt om naar de boot te gaan. En dan hebben we de boot van 1 uur. Dus dan worden we tussen 12:15 en 12:30 opgehaald. Wacht op de boot. Boot in, met een half uur zijn we bij Senoor. Maar ja, we hebben echt vet veel zin om naar Uluwatu te gaan. Uluwatu! Ik was hard aan het wachten. Was compelled by these codes, been set free by his words. I still can't take it. Oh, what a scandal. What's been given to me, I can grasp. Ik ga even tegen Zico zeggen hoe het heet waar we zo meteen gaan slapen. Want anders dan gaat de driver dat zo meteen zeggen. En dan denkt Zico, huh? Maar ik dacht misschien, als ik de naam zeg, weet je het al. We gaan namelijk slapen in het Gravity Hotel.
Gravity. Dus niet graffiti. Ja. Gravity. Oké. Okay. Geen belletje? Nee. Heb je daar gegeten? Je zou het kunnen kennen, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Maar dan is het goed, dan kunnen we het gewoon invullen. Lekker. Okay. Ik dacht heel eventjes, zo meteen zijn we aan het rijden. En dan zegt hij, ja, Gravity Hotel. En dan zegt Chico, ah, daarom. Nou, vind ik niet erg. We zitten weer in de auto met al onze spullen. En we gaan nu naar waar we ook eruit zijn gegaan. Dus bij het water. En dat is dus in de straat van waar we ook iedere keer hebben ontbeten. En wij vinden het wel het lekkerste om daar in de buurt een verblijf te hebben. Maar dus de mensen die we gisteren hebben ontmoet en toevallig op de scooter nog tegen zijn gekomen vandaag, die zitten in een ander deel van Nusa Lembongan, dus van het eerste eiland. En daar zijn we dus ook een stuk geweest en dat was... Ook leuk. Ja, dat was ook leuk. Dus dat is ook gewoon, je hoeft niet per se in het begin. Maar ik denk wel dat hier meer open is op het moment. En ze verwachten hier ook wel dat het wat drukker wordt. In ieder geval, dat zei de dame van onze villa net tegen ons. En dus ik denk dat er veel meer open gaat gaan. Dus het is goed om deze vlogs te gebruiken voor mocht je gaan aankomend jaar of dit jaar. Ik ga het heel erg missen. Oh, en ik heb helemaal niet gezegd net, maar we zijn toch nog na het ontbijt heel even naar Nusa Ceningan gereden. Dus ja, om het gewoon allemaal nog een keertje te zien. Dus we gingen net om een foto te maken. En om een foto te maken. Ja, Chico die... Ik had een foto van Chico gemaakt en die vond ik gewoon super leuk. Dus ik zei, ah shit, ik had er ook wel een foto gewild. Maar ik had helemaal niet gezegd, dus laten we gaan. Want dat is gewoon weer op het andere eiland. Dus wij gaan na het ontbijt opstappen. Zegt Chico, oké, navigeer naar de Blue Lagoon. Dus ik zeg, wat? Ja, we gaan een foto voor jou maken. Dus toen hebben we er helemaal heen gereden. En het was gewoon heel leuk om daar gewoon nog een keertje heen te rijden. En ik heb wel wat gevlogd, dat hebben jullie als goed wel gezien. Dus dat was echt super, super leuk. Echt een heel goed afscheid om nog een keer even alles door te rijden. Oké, nou, we zijn aangekomen bij het punt waar... Sorry, ik moet even mijn zonnebril op. Maar ik vind dat zo ongeïnteresseerd overkomen. Maar we zijn op het punt waar we met de boot gaan pakken, zeg maar de organisatie. Want je hebt er hier verschillende. We kwamen bijvoorbeeld met Glory Fast Boats. We zijn een keer met de Chamel gegaan. En nu zijn we weer met een andere die ik eigenlijk even niet meer uit mijn hoofd weet, jongens, sorry. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Je kan gewoon... Artemis Express, hoor ik nu in mijn linkeroor. We gaan zo meteen met Artemis GT. Oh, dat is die. Ik zal zo filmen. Maar het gaat er gewoon een beetje om welke tijd wil je gaan. Want wij hadden dus besloten, wij willen heel graag gaan om 1 of om 12 moesten uitchecken, heel relaxed. En dan was dit de boot om te nemen, zeg maar. En je kan dat gewoon vragen aan de persoon bij wie je slaapt, dat hadden wij ook gedaan. Wij hebben dus zeg maar bij de dame waar we sliepen, had ze dat zelf wel eens gevraagd. En voor de retour had ik ook gevraagd van, hey, zou je voor ons weer iets willen boeken? Dan komen ze je gewoon ophalen bij je resort en brengen ze je hier. En dit is wel een beetje de leukste die ik tot nu toe heb gezien, omdat er lekker ruimte is in de schaduw. En er is een klein zwembadje. Niet dat ik tijd heb om te gaan zwemmen of dat zou doen, maar stel je wilt 2 uur van tevoren hier zitten, dan kan je bijvoorbeeld zwemmen. Ik zal het zwembad even laten zien en de boot. Nou, dit is het zwembad en deze knoppert is dus de boot waarmee we gaan. Dus een beetje vergelijkbaar met de boot waar we heen gingen toen we op de heenweg hadden gevaren. Daar gaan onze spullen. Die mensen zijn zo sterk. Mikado. Thank you. Thank you. Thank you. Ik ga het zo missen. Ik heb net gejankt toen we op de scooter van Ceningan naar Lebanon gingen. Dus van het middelste eiland naar het voorste eiland. Oké, als je vaart is deze boot heel steady, maar het kan ontzettend even bewegen en golven in het begin. Wij hebben er niet echt last van, maar het duurt dus maar een half uurtje. Ja, en je kan hier misselijk van worden. Mocht je daar zelf last van hebben, maar het is dus echt maar een half uurtje. Het is best wel snel en als je dan eenmaal gaat is hij heel erg steady. Ik ben slaapgevallen. Maar wat vind je van vooraan zitten? Veel meer
Je kan beter achteraan zitten. Niet dat we er last van hebben, maar als een tipje voor jou. Heb je er last van? Nee. Oké. Hij zei nou. Wat zei je? Was het de bel? Ja, oh, maybe it was there, but I thought I saw Le Bumble and that was a different one. Die staat toe. Oh, well then this one will be okay. Maybe they'll help us to the other one if we need to be there. Ja. Thank you so much. Ik zag het zelf niet. Zico staat nog daar. Maar kijk nou. Kijk nou. Ik zie alleen niet waar we moeten inchecken. En er schijnen dus 2 ingangen te zijn. En we zijn nu dus bij de 1. Oh, zal ik me even helpen? Doe je het even alle 4 terug in je eentje? Mooi hoor. Oh, dat is fucking onscherp, maar is goed. We horen je wel. Oh, dit is wel gewoon een openbaar zwembad. Dit hoort niet bij een andere kamer. Want ik zie dat dit gewoon een barretje is. En kijk, het is Infinity. Leuk. Ja, daar zaten wij dus. Precies daar. Maar vanuit de drone zag je niet dit zwembad. Dat is een ander zwembad. Dat zie je zo meteen, ja? Oké. Maar we moesten zitten, dus laten we dat even doen. Nee, dat had ik eigenlijk geboekt. Zo'n huisje had ik eigenlijk geboekt. Is je onderste private pool? Nee, die private pool zit niet hier, liefie. Oh. Ik denk dat die een stukje verder zit. Ah, de linkerkant op. Maar dit is dus ons uitzicht. Maar jullie horen mij al zeggen, dat had ik geboekt. Ik had namelijk een poolfront huisje geboekt voor ons. En op sommige foto's bij boeking zag je dat er een bad bij zat. Maar toen de tekst stond er douche en toen dacht ik nou gewoon, ik kan gewoon typen van als er een bad is vind ik het leuk. Dat had ik erbij gezet als het mogelijk is. Verder niet om gezeurd of gebeld of wat dan ook, berichtje gestuurd, mailtje gestuurd, niet. Ik had gewoon bij opmerkingen dat gestuurd. En toen zei hij, hey, net bij het inchecken, je vroeg erom, dat kan. Dus toen liepen we hier. Dus ik zei, maar dit heb ik niet geboekt. Want ik zie wat ik geboekt heb vanaf mijn balkon hier. En toen zei hij, ja, maar dit is degene met bad. Dus ik, ja, oké, dat is dan mijn fout. Ik dacht gewoon, als er zo'n huisje is aan het zwembad, dan wil ik die. Het is freaking dichtbij, dus er is helemaal niks aan de hand. Maar ik heb dan gewoon iets in mijn hoofd en dan dacht ik gewoon eventjes, oh, dat is het niet. En dan schaamde ik me voor Zico dat ik dacht, dat is bij mij niet helemaal goed gegaan. Maar Zico vindt het gelukkig heel erg leuk. Maar ik zal even laten zien hoe het er dus uitziet. Maar van binnen ziet het er dus ook niet uit wat ik had geboekt. En dat is helemaal niet erg. Maar het is wel een heel mooi bad. Dus ik zal het je even laten zien. Nou, hier kom je dus binnen bij ons balkon. Daar stond ik net. En dan zie je daar dus het zwembad. Hier is een zitje. En dan is hier ons bed. Het is lekker cool ook binnen. En daar is een bureautje. En daar kunnen we onze spullen kwijt. Daar hebben ze het ook neergelegd. Heel relaxed. En ik ben heel erg blij met een klamboe. Dus chill. En dan gaan we hier een stukje naar beneden. Ik ben benieuwd of ik mezelf wel kan zien in deze spiegel. Nee, ik zie dit. Want ik hou jullie op mijn hoogte. Dit zie ik. Maar dat is altijd met spiegels in Indonesië. Ik ben 1,85 meter, dus logisch. Hier is dus onze bad. Dus dat is wel heel erg leuk en echt prachtig. En het komt uit zo'n bamboebuis, dus mag echt 0,0 klagen. En hier is onze buitendouche. Ook echt heel erg mooi wel. En het toilet. Hier moet ik ook even bukken. Ja, ik vind het dus echt heel erg mooi hier. Wat zit erachter? Achtertuin. Relaxed. Ja. Wat vind je? Leuk. Zesje? 7,5. Zullen we even zwemmen? Wil je het zwembad zien? Want dan kan je dus zien wat je dus 3 jaar geleden tegen mij hebt gezegd van wat een mooi zwembad. Oké. Ik ben helemaal tevreden. Gelukkig, dan ik ook. Want het was wel grappig, want toen de tijd zei ik tegen Zico, oh nee, vlieg maar even de andere kant op. Want die mensen zitten daar in hun badkleding te chillen. Dus toen was ik heel erg naakt te wezen. Nee, is niet naakt hier. Maar toen was ik dus er gewoon een beetje huiverig op van, ja, maar film dat maar even niet. Ga daar maar niet even dronen. En nu kan het wel. En dit is dus het zwembad. En we gaan nu even naartoe. En ik heb deze foto even in de aanslag, zodat ik het aan Zico kan laten zien. Want ik denk niet dat je het kan zien als we echt hier lopen, hoe dit er dus echt mal uitziet. Dus dan gaan we nu heen lopen. En daarna zeg ik, mooi hè? En dan laat ik dit zien.
Ja? Kijk, vanaf boven zag je toen dit. Auw. Kijk, vanaf boven zag je dit. En ik had dus iets hier geboekt. Een van deze vier huisjes. En daarboven stonden wij dus net. Om in te checken. En we stonden dus wel bij de goede, want ik denk dat die andere ingang voor die privévilla's zijn. Hi. Hi. Mijn badpak aan het aan, dus ik zie. Wat is er? Wat is er? Oh, dat is rustig maken. Oké. Ik ben zo mijn badpak aan. Het is een hele oude. Die heb ik ooit een keer gekocht omdat ik die dag zou gaan zwemmen. En toen heb ik niet gezwommen en ik heb hem daarna nooit aangehad omdat hij vrij strak zit. Maar ik had hem gewoon nu nog niet aan, dus ik dacht, let's get it. Nou, dat is dus ons balkonnetje. En nu zijn we eventjes hier waar we binnenkwamen, bij het andere zwembad. En dat is dus een infinity pool. Ik vind deze eigenlijk nog mooier, gewoon voor het uitzicht. Nou, ik heb net eventjes gedoucht. En dat is dus een buitendouche. Dus ik had het even gefilmd. Blijkbaar. Maar je kan dus vanuit de douche, als je omhoog kijkt, zie je gewoon sterren, de maan, nu het donker is dan. En dat is echt fucking magical. We gaan nu even kijken waar we gaan eten. Het is, even kijken, 7:15. En het is wel best wel donker nu. En ik heb nu even een groen. Kan ik het zo beter laten zien? Nee, wacht. Misschien hier, maar daar staat mijn koffer. Ik heb niks opgeborgen nog. Dit jurkje, deze heeft Zico voor mij uitgekozen op Vinted. En die had ik nog niet aangedaan deze vakantie. Ja, even kijken waar we gaan eten. Ik had een aantal dingetjes opgeslagen, maar Zico zei ik ga wel even wat zoeken. En hij komt altijd met dingen die ik niet zelf heb opgeslagen, zeg maar. Dus hij gaat zoeken op TripAdvisor. Als ik zoek naar tentjes, zoek ik eigenlijk altijd via Instagram. En hij via TripAdvisor. Let's see where we're gonna eat. Ik ga even bij hem buiten zitten en mijn haar borstelen, want hij zit lekker op ons balkonnetje. We hebben een restaurant uitgekozen. Eentje die ik ook had opgeslagen en Zico had het al gezien. En het is wat donker hoor, dus het kan heel goed kloppen dat ik een beetje onscherp ben. Even op slot doen. Moment. Het is een beetje donker waar ik loop, dus misschien ben ik onscherp. Maar het is natuurlijk ook hartstikke donker. Zien we de maan? Ja! Ja, we gaan naar Bacciaro, ik weet het heel veel niet. Het lijkt dus heel erg op dat pizza restaurant in Canggu, wat gesloten is. Dit heeft ook een locatie in Canggu, Ubud en nog ergens anders, maar dus ook in Uluwatu. En Zico zei, ik heb wel gewoon zin in een echt goede pizza. Want naar zijn mening heeft hij gewoon nog niet een echt goede pizza gehad. Dus dat gaan we nu halen. Ik ben buiten adem van het klimmen naar boven. En we hebben net onze scooterhelmpjes gekregen. Die zijn echt gaaf. Weet je wel, dat is echt zo'n woord dat mijn moeder zou gebruiken. Voor iets heel leuks. Wat gaaf mee. Wat een gaaf helm. Dus dat. En nu gaan we even de scooter zoeken. Mijn goede. En hier kunnen we dus morgen ontbijten. Of ontbijten bij de kamer. Meestal ontbijten we niet waar we slapen, maar gaan we ergens heen. Maar we gaan het zien allemaal. Oh jongens, dat was wel echt een. Ik zou willen dat ik zou zeggen kleine teleurstelling, maar dat was best wel echt een grote teleurstelling. We kwamen aan en er was heel veel luide muziek, dus ik kon niet heel veel filmen. Dus ik heb wel wat gefilmd en het was ook nog heel erg donker en niet super goed verlicht, alleen met sfeerlicht. Nou, dan is alles gewoon super onscherp. Nou, helemaal prima, want de sfeer zat erin. De muziek was leuk. Het eten zag er heel lekker uit. Personeel heel vriendelijk en we gingen van voor wat je kan zien, een soort van buitenterras, gingen we juist naar het achterterras. En dat zag er ook leuk uit. En het was Oyster Night. Dus wij dachten, let's go. Wij hebben oesters genomen. 6 in totaal en allebei een pizza. Even kijken. En we hadden allebei wat drinken. Toen hadden we dus de oesters. Die waren niet losgemaakt. Dus als je zo ze doen, zou ze niet uitkomen. Dus wij proberen ze met onze vork die we hebben los te maken.
Nou, daar is meestal gewoon een soort van toeltje voor. Dus die oesters die braken door midden. En dus de helft zat erin vast. En dus dat was helemaal niet super top. En het was een beetje... Dus we moesten ook echt met onze telefoon bijschijnen van zit er eigenlijk wel een oester in. Dat was dus een beetje weird. Nou, toen kwamen de pizza's en die zagen er heel erg rijk belegd uit, vond ik. Ja. En wel echt dat je dacht van, nou, oh, ik heb hier zo'n zin in. En alle foto's die ik zag en bij andere mensen, ik dacht, ja. Nou, Zico is de pizza kennert. Dus hij zei al van, wat dan? Beetje. Dus hij... Ik wil mezelf niet noemen. Nee, doe ik wel, ja? Ja. Cool. Hij weet veel van pizza's op zich. Zico houdt heel veel van pizza's. Dat zo. Maak ze ook wel eens, hè? Je maakt het wel eens, ja. Maar je betaalt ook nog goed geld. Maar Zico zei al meteen van, oké, dit is een pizza die komt uit een gas of elektrisch? Elektrische oven. Uit een elektrische oven. Zo van, ah, jammer. En mijn eerste happen waren echt best wel lekker. Maar toen ging ik bij het tweede stukje en toen dacht ik, oh, het was echt zo krokant dat het een beetje een cracker leek. En die van Zico was helemaal cracker krokantachtig. Dus dat was helemaal niet super top. Het was echt een beetje zo'n mwah. Ik had ook gevraagd of ik gorgonzola erop kreeg. Naar mijn mening zat dat er niet op. Je proefde het niet, je zag het niet. Nou, noem het op. Nee. Dus toen kwam de rekening en er stond wel gorgonzola op. Want ik had niks gezegd, want we hadden best wel lang gewacht. En ik had gewoon trek. Dus ik denk, nou ja, jammer, het zit er niet op. Geen probleem. Want die dame aan wie ik het had gevraagd, die werkte volgens mij ook maar pas sinds kort daar. Omdat ze veel dingen niet helemaal begreep en snapte. Nou, daar hebben wij heel veel respect voor. En dat is helemaal niet erg, weet je wel. Dus ik dacht gewoon, ja, laat me niet zeiken. Ik eet gewoon die pizza zo. Het had leuk geweest als er gorgonzola op had gezeten, maar prima. Lang verhaal kort, we vonden het gewoon niet zo. Het was echt dus crackerachtig. Wat vond je er nog meer niet goed aan? Hoe die gebakken is, was... Ja, voor elektrische oven op zich was het goed hoor, maar... Ja, daar... De burrata smaakte ook niet naar echte burrata. Dat was het, ja. De burrata was gewoon een beetje naar mozzarella en niet een burrata. Terwijl je dan toch een burrata neemt. Ik dacht dat wij veel rucola op pizza deden, maar zij hebben echt gewoon een heel weiland erop gemieten. En ik kan ook wel eens overdrijven hoor, met rucola vind ik ook. Soms wel, hè? Ja. Maar ja. Lekker. Ja, weet ik. Nou, tenminste, maar ik vind een aantal mensen vinden dat. En bij een paar pizza's hoort dat ook. Ja. Maar die was wel echt wel heftig film. Ik vond het niet lekker. Zo perfect die vorige pizza van Fucina was gebakken. Ja. Zo dramatisch als deze matse. Ja, het was een matse. Weet je wel? Maar super zonde, want de menukaart, alles, het klonk zo lekker dat we voordat we het eten al hadden gehad, zeiden we tegen elkaar, oh my god, we gaan hier nog een keer eten deze week. Ja, gelukkig zijn we een week op Uluwatu, dus we kunnen hier twee keer heen. We gaan er niet meer heen, denk ik. Nogmaals, vibes, look and feel, alles was echt top. En de ingrediënten die op de pizza waren, waren deels, dus behalve de burrata, ook top. En misschien is het dus wel wat voor jou, maar het was het gewoon niet voor ons. Dus Zico gaat het denk ik raten op zijn Instagram met 2 sterren. Ja. Onvoldoende. En wij gaan nu even de dronebeelden bekijken die we hebben gemaakt bij Le Pirate. Die hebben jullie natuurlijk al lang gezien, maar wij hebben ze dus nog niet teruggezien. Dus dat is heel erg leuk. We kijken alles echt terug. En daarna dus slapen. We hebben dus van hier nog geen dronebeelden gemaakt. Dat gaan we morgen doen. Dus dat fotootje wat ik net zie van boven, dat gaan we dan morgen doen. We zaten in het zwembad hierboven en toen kwam er een medewerker naar ons toe en we hebben een beetje mee gekletst. En hij zei, we hebben nog een ander zwembad en die hoort dan bij de suites, maar daar mogen jullie ook wel naartoe. Dus app ons even en dan kunnen jullie daar naartoe. Dus dan gaan we denk ik morgen dronebeelden maken, of overmorgen in ieder geval. Dus in de vlog in ieder geval van morgen voor jullie zitten dronebeelden van het zwembad hier. Dus de bovenbeelden die ik op Instagram had laten zien en de dronebeelden van de suites blijkbaar. Dus hoop jullie morgen weer te zien. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan even het woord drone achter. Want de dronebeelden maken voor mij ook echt zoveel... Weet je... Goed. Ja, dat klinkt alsof ik dat wil zeggen. Dus neem maar eens niks om goed te maken. Maar gewoon, het is zo vet. Het maakt het zo af. Extra's. De vlogs maakt het dan ook wel leuker. En onze ervaring. En blablabla. En mee. Tot morgen. Bedankt voor het kijken. En dus drone in de comments. Doei doei. 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 Ik ga je die drone bellen kijken. Yes. Flappy papi. Rompa.